Leuk dat jullie kijken naar mijn filmpje nu, gloednieuw filmpje. Wat ik vandaag ga doen, is best wel erg. In mijn onderbroek, in de DK, rondlopen. Ja, in mijn onderbroek. Ik hoop dat ik de eerste negen, zwarte negen ben, die deze prank doet. En geloof me, het gaat fout, het gaat fout. Maar pik, hoe doe je? Ik ben echt kapot bang, man. Ik scheid hem in mijn broek. Ik scheid hem gewoon in mijn broek. Maar weet je, we hebben gewoon scheid. En we gaan het gewoon doen. En zoals ik net zei, scheid gewoon zeven kleuren, jongens. Scheid gewoon zeven kleuren. We zijn nu onderweg naartoe. En ja, en daar gaat het verder, man. Hallo, ja, we zijn er bijna. Echt, we zijn er bijna, maar ik scheid hem in mijn broek. Ik scheid hem in mijn broek. Het kan totaal misgaan, of niet, Udoy? Ja, man. Zeker. Shit, man. Het kan misgaan, het kan misgaan. Maar fuck it, we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Ja, we zijn er nu. De DK is daar om de hoek. Daar zo, ja, daar om de hoek. En echt, ik scheid hem in mijn broek. Nou, dit is Udoy, hij gaat het filmen. Voor mij alles. Eerlijk Udoy, dit gaat wel ver of niet? Het ja, gaat wel man, ver. Gaat ver, man. Maar we gaan het wel gewoon doen. Ja, gewoon maar doen. Je gaat het wel doen, man. Sowieso, we gaan het doen, we gaan het doen. Besef wel, dit gaat helemaal fout. Dit gaat fout. Echt zo. Sweet, gaat fout. Als ik hier niet 1000k voor krijg, toe. Shit, ik scheid hem in mijn broek. Ik scheid hem echt in mijn broek. Fuck it, we gaan het gewoon doen. We hebben nog Albert Heijn. Gewoon maar, et cetera. Ik ga al te ver, man. Ik ga al te ver. Nu komt het grootste deel, jongens. Nu komt het grootste deel. Fucking shit. Shit. Er fietsen mensen die denken: wat de fuck doe je? Kijk, die vrouw, kijk dan. Fuck doe je. Oh, daar gaat die, jongens. Daar gaat die. Daar gaat die. Besef, het is een prank, hè. Het is een prank. Als ik hier niet de 10k voor, ik zweer, als ik het niet krijg, hè. Ik zweer, hè. Ga je sowieso inhalen, Snap King ook. Mooi toch, die mensen kijken blij naar je, man. Sowieso, die man keek blij, of niet? Ja, maar sowieso. Ik denk dat het echt gespeerd, hè. Ja. Je ziet allemaal mensen kijken in die auto's van wat de fuck doet. De fucking om. Shit, 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 shit. Kan te ver, joh. Fucking deken. Halen of niet? Wat wil je halen? Ja, ik weet niet, man. Doe iets drinken of zo? Ik hoef niks, man. Ik hoef niks. En als ik hier niet te veel volgers heb, dan iedereen staat te kijken. Vind je, wat vind je hiervan? Wat vind je hiervan dat hij in zijn onderbroek loopt? Te prenken, ja. Ja, dacht ik al. Oké. Daar is het weer. Ja, zou je me volgen, Lina? Wat gaan we? Mijn Insta-naam is gewoon Jerf, want dat je dat gewoon indikt, Jerf, en dan band met de D. En dan, nou, dan zie ik hem, voeg ik het toe en dan staat gelijk.
op mijn Insta-account, links in de bio, en dan kan je zien van deze trend. Nou, gelukkig. Denk je dat het fouten kan gaan? Denk je dat? Je manager? Mooi. Ik heb een tank van. Salam, salami. Shit, wat ben ik bezig. Ja, ben echt zo, hè? Kijk, meneer, wat vindt u van dat hij in zijn onderbroek loopt? Die wetenschap verloren. Ja, ja. Nee, het is een prank, meneer. Het is een prank. Ah, ik weet het. Dat was de baas van de Smidse Café en de gevel. Hè. Dat was de baas. Serieus? Ik vraag me af of ik nog überhaupt in de gevel mag komen. Shit. Niemand geen vaker niks, jongen. We kunnen gewoon springen, dansen, wat willen we? Chips, worst, wat wil je, man? Meneer, mogen we misschien interviewen? Nee, niks? Nee, hij reageert niet. Zet wel. Niemand is blij. Die man is ook niet blij. Niemand is blij. Maar ik ga nu weg voordat het wel uit de hand loopt. Ik hoop dat jullie sowieso op me abonneren. Ik wil sowieso 1000k blauwe duimpjes omhoog. Want ik doe dit voor jullie. Dit gaat eigenlijk al te ver. Het gaat gewoon te ver beseffen. Ik ben hier een fucking paas zo. De 500 stel je. Maar jongens, alsjeblieft abonneer op mijn YouTube kanaal. Sowieso, ik wil sowieso dat jullie die 1000 abonnees op mijn YouTube kanaal zetten. En natuurlijk mag je je vrienden inrichten, maar we gaan nu snel weg dat het sowieso uit de hand gaat lopen. En werkt ze, jongen. We hebben het gedaan. Mensen staan te kijken, er lopen gewoon kinderen van 4 jaar hier. Wat de fuck doet die gozer in zijn onderbroek? Maar ik doe het, ik heb gewoon schijt aan mijn kinderen, ik heb gewoon schijt. Mevrouw, wat vind je van dat hij in zijn onderbroek loopt? Het is een prank, hè? Ja? Je zou het niet erg vinden? Nee, hoor. Oké. Okay. Best wel mee, man. Best wel mee, dat is gewoon te erg, man. In een fucking onderbroek. Dit gaat gewoon te ver, man. Ik zeg wel, wat is deze? De enigste bruine jongen in deze fucking stad. Die gewoon in zijn onderbroek naar de dekenmarkt gaat. Gewoon rustig, op zijn gemak. En ik ben niet eens gepakt. Dat vind ik wel netjes. Ik ben niet eens gepakt. Ja, netjes, man. Ik ben niet eens gepakt. Ik scheet hem eigenlijk gewoon in mijn broek, man. Omdat we hierin gingen. Ja, die leidinggevende gast. Ja, de leidinggevende. Ah, hij kwam bijna. Dus ik dacht, hij wou ons pakken. Maar hij liep gewoon rustig door, gelukkig toch. Maar jongens, we hebben die prank gedaan. Hè? En we hebben geen deka-verbod gelukkig gekregen. En ja, ik heb fucking mijn best gedaan. En nogmaals, licht je vrienden in. Doe het voor mij alsjeblieft. En abonneer op mijn kanaal. Black King, je weet, sowieso wil ik wel 1000k duim, blauwe duimpje omhoog, als dat niet lukt. Sowieso probeer het wel, leg je vrienden in en noem maar op. En ik wil sowieso die 1000 abonnees. We zijn nu onderweg naar huis, we zijn er bijna. Echt, ik zit nog steeds in mijn hoofd van what the fuck heb ik gedaan toch, what the fuck heb ik gedaan. Maar ik doe dit allemaal voor jullie. Ik heb het gezegd. En dat ik leukere filmpjes ga doen. En dit is toch echt de punt dat ik ver ben gegaan of niet, Udoy. Zeker, man. Gewoon te ver ben gegaan, te ver. Zijn er nu. Ayu.